Ik heb een essay geschreven, dat is een soort pretatieuze naam voor een verkenning. En wat ik eigenlijk heb geprobeerd te doen in die verkenning, is om als het ware een aantal historische lijnen te trekken. Hoe in Nederland politiek en bestuur uh, worden georganiseerd, en daar als het ware een ontwikkeling uh, in heb uh, aangebracht. En, en voor elke van de stadia in die ontwikkeling heb ik me afgevraagd... als politiek en samenleving op een bepaalde manier functioneren... wat betekent dat dan voor het ambtelijk apparaat? Dat was eigenlijk de probleemstelling. Ik heb die probleemstelling geprobeerd te beantwoorden... door te kijken naar uh, wat zegt de inter internationale literatuur... over uh, zeg maar, ont zich ontwikkelende professionaliteit en rol etcetera, van het ambtelijk apparaat. We hebben een survey gehouden onder uh, overheidsmanagers... Uh, en, en hen gevraagd wat zij zien als significante ontwikkelingslijnen, trends en uitdagingen uh, voor de toekomst. Uh, en ik heb uh, met een aantal uh, mensen uh, in, die ik in onderwijssituaties tegenkom, dus ambtenaren, uh, heb ik uh, gesproken en, en informeel als het ware hun indrukken afgetapt. En uit die mix uh, is uh, deze diagnose voortgekomen. Ja, ik maak in het, in het essay om uiteindelijk uit te komen op de opgave voor nu en de toekomst. maak ik eigenlijk onderscheid tussen drie fasen in de ontwikkeling van wat ik wel het Nederlandse model noem. Een soort handzaam begrip om in feite gewoon je af te vragen hoe uh, werd en wordt in Nederland politiek bedreven en hoe wordt er bestuurd? Is er een typische manier van zaken doen in Nederlandse politiek en openbaar bestuur? En, die is er natuurlijk. En, en dat verhaal uh, over het Nederlandse model is, denk ik, ook wel genoegzaam bekend. Ik koppel dat in het essay heel sterk aan het werk van uh, de politicoloog Leiphard en zijn, uh, zijn denken over Nederland als verzelde samenleving en wat voor opgaven daar voor de politiek uit voortkwamen en wat dat dan weer betekent voor het ambtelijk uh, apparaat. De opgave in. Die eerste tijd, dat noem ik dus de bloeitijd van het Nederlands model, ruwweg laten we zeggen jaren, nou ja, vorige eh, eeuwwisseling, dus begin eh, 20e eeuw tot en met ruwweg eh, eind jaren 60. Dan is de opgave eigenlijk om een land dat langs religieuze lijnen eh, en langs eh, de klassenlijnen van arbeid en kapitaal vrij ernstig verdeeld is in bevolkingsgroepen... Eh, om dat land bij elkaar te houden. De andere cruciale opgave is om een land dat vrij laat met industrialiseren was, te moderniseren. Dat geldt zowel voor de infrastructuur als voor het verdienmodel van het land. Dat waren de opgaven. En dat te doen in een samenleving die over heel veel kwesties is verdeeld, dat was dus lastig. De methode die men vond in de politiek, was om ja, in feite de representanten van die verschillende stromingen bij elkaar te brengen in een bestuurlijke achterkamer en daar een beetje uit het zicht van uh, de hitte van uh, de onderlinge rivaliteit uh, zaken te doen, pragmatische compromissen te sluiten. De taak van het ambtelijke apparaat was eigenlijk twee allerlei. Enerzijds wat er in die bestuurlijke achterkamer gebeurde, de koehandel die daar werd bedreven. Inhoudelijk te faciliteren door gedegen beleidsvoorbereiding, gedegen beleidsopties. Dus technocratisch als het ware dat te onderbouwen. Een andere zeer belangrijke rol van de ambtelijke organisatie in, dat, in die fase was om netelige kwesties waar men politiek niet zomaar uitkwam, die werden vaak gedepolitiseerd door ze als technische kwesties voor te stellen en ze soms ver van de politiek te organiseren in handen van. Uh, laten we zeggen, neutrale technocratische uh, instituten, bolwerk. Denk een beetje aan de waterstaat, Rijkswaterstaat. He, dat kreeg gezag juist door zijn apolitieke technische karakter. Laat het maar aan een stel betrouwbare ingenieurs over. Uh, dus, dus voor het ambtelijke apparaat was die inhoudelijke deskundigheid... en de, laten we zeggen, politieke neutraliteit uh, cruciaal in die fase. De tweede fase van het uh, Nederlandse model, dan zie je als het ware de kritiek erop loskomen. En die tweede fase draait er dus om: uh, hoe repareren wij dat stelsel in het licht van allerlei uh, onbedoelde effecten en, en toenemende kritiek? Wat, wat zijn die onbedoelde effecten en toenemende kritiek? Een heel belangrijk onbedoeld effect van, van het succes van het Nederlandse stelsel was dat de staat uh, een succesvolle probleemoplossingenmachine was uh, gebleken. Uh, en uh, dient ten gevolge steeds verder was gegroeid, zowel in takenpakket als in omvang, en dus ook in interne complexiteit. Dus er kwam uh, als het ware kritiek op uh, de fijnmazige arbeidsdeling, het kastje-naar-de-muur-effect voor de burger, de interne verkokering, de bureaupolitiek. Dus een belangrijke opgave werd hoe kunnen we weer samenhang organiseren? We hebben te veel differentiatie, te veel verbrokkeling, hoe kunnen we samenhang organiseren? Dat is een zeer belangrijke opgave. Een andere zeer belangrijke opgave werd uh, gevormd door het feit dat in, vanaf medio jaren 60 uh, en doorloopt in de jaren 70 en 80, er een veel beter opgeleide uh, maatschappij-kritische generatie, eerst studenten, daarna jonge professionals, et cetera, opstaat, die niet meer past. Uh, ...in het idee van de volgzame achterban van de religieuze of, of uh, sociaal et cetera, voormannen... ...maar die hen lastige vragen gaat stellen, die, die inspraak wil hebben, die, die wil geïnformeerd worden en geïnvolveerd worden. Dus hoe, hoe kom je in die fase vanuit een soort paternalistisch, regentesk bestuursmodel... ...naar een bestuursmodel dat meer responsief is uh, en, en uh, meer ruimte biedt voor dialoog met burgers... Ja, de derde fase in de ontwikkeling van het uh, Nederlandse model... die duid ik dus aan als uh, die van de turbulente netwerksamenleving. Uh, we hebben het al eerder gehad over een aantal vormen van uh, turbulentie. Dat zal ik uh, niet herhalen. Wat, wat denk ik heel belangrijk is, is het netwerkkarakter van die samenleving. En dat heeft te maken met die uh, verminderende machtsafstand... tussen, laten we zeggen, elites en massa. Tussen overheid en burger, hoe je dat verder ook wilt duiden. Uh, dus dat betekent dat we... Steeds meer in een samenleving te maken hebben waar zaken horizontaal worden georganiseerd. Dan gaat het er dus niet meer om uh, wat je bevoegdheden zijn, maar het gaat erom wat je bijdraagt. Je wordt veel meer aangesproken uh, en je kan veel meer zaken doen op basis van uh, wat we noemen uh, inzicht in de onderlinge afhankelijkheid. Wat heeft die partij te bieden? Dat ik nodig heb, maar zelf niet in huis heb. Ze dus denken in termen van uh, transacties, het denken in termen van gelijkwaardigheid in plaats van uh, wij beslissen, u voert uit of wij hebben geld. Wij organiseren een, een bid, daar kunnen marktpartijen op inschrijven. En op het moment dat wij dat bid gunnen, dan zijn wij de principal en is die marktpartij de, de agent. Dat zal allemaal nodig blijven en dat zal op tal van terreinen ook vast zo blijven georganiseerd worden. Maar wat de, de robuuste trend die daar als het ware bij komt, is dat er ook steeds meer georganiseerd wordt. Niet in de laatste plaats binnen de samenleving zelf, op basis van reciprociteit en het managen van wederzijdse afhankelijkheid. Op een slimme manier. Ja, van, van het lijstje van uh, acht uh, kenmerken van de uh, ambtenaar 3.0, dus de individuele ambtenaar, uh, wil ik er een aantal uitlichten. De eerste is, uh, denk ik, toch uh, ja, scherp op resultaat. Um, dat klinkt een beetje, zoals de Engelsen zeggen, trite beetje droog of zo van is dat het nou? Maar ik denk het toch wel. Ik, ik uh, kom toch uh, heel erg veel uh, van zowel stakeholders als van ambtenaren zelf de observatie tegen dat uh, ambtenaren uh, energie van ambtenaren toch in zeer belangrijke mate vaak gaat naar procesgerichte zaken of uh, outputgerichte zaken. Als wij onze bon maar hebben geschreven, als wij ons lesje maar hebben gegeven, in plaats van de output is die leerling nou een, een stukje slimmer geworden vandaag? Is de verkeersveiligheid nu gediend? En ik denk dat we alles in het werk moeten stellen, zowel op organisationeel niveau, maar ook op het niveau van individuele beroepstrots. Van waarom doe ik het? Dat mensen die een deel van die trots ontlenen aan. Het maatschappelijk effect van hun handelen, in plaats van het volgen van uh, vereiste procedures of het voldoen aan allerlei uh, wettelijke criteria. Dat is noodzakelijk, maar niet voldoende, zou ik zeggen, om in die 3.0-situatie uh, uh, relevant te blijven. Een tweede belangrijke kenmerk voor uh, um, de ambtenaar uh, 3.0 is denk ik uh, scherp op de relatie. Als je accepteert dat we in een tijdperk leven van afhankelijkheid, wederzijdse afhankelijkheden. Niemand heeft meer de wijsheid in pacht. Kennis moet gedeeld worden, kennis moet creatief gecombineerd worden. Ambities en doelen moeten creatief met elkaar vervlochten worden. Dan heb je dus mensen nodig die, die beschikken over cultureel kapitaal over emotionele intelligentie en niet alleen klassieke inhoudelijke deskundigheid. Uh, en uh, het, het maatgevoel dat hoort bij het werken op basis van reciprociteit. Het gunnen, uh, en daar werd zo lacherig over gedaan, maar dat is uh, in, in netwerksituaties ongelooflijk belangrijk. En je zou willen dat uh, ambtenaren daar uh, ja, geholpen worden om, om die vaardigheid ook te ontwikkelen, dat die ook beloond wordt in de organisatie. Derde kenmerk dat ik zou willen uitlichten is scherp op de context. En dat verwijst natuurlijk naar het idee van uh, turbulentie als een kenmerk van het huidige tijdperk. En turbulentie staat eigenlijk voor uh, grote mate van onzekerheid. De zekerheden van vandaag zijn de zekerheden van morgen niet meer. Dus je hebt een, een ambtenaar nodig die een enorme mentale bewegelijkheid heeft, die niet te veel op basis van veronderstellingen of uh, in het verleden zich bewezen hebbende recepten als het ware automatisch de handelingswijze voor morgen uitrolt, maar die toch voortdurend als het ware checkt van hoe bewegen de dingen om mij heen. Die als het ware die tentakels uit heeft staan, die zijn eigen kennispositie heel goed heeft georganiseerd om voortdurend scherp te zijn op uh, het draagvlak dat men geniet, de behoefte van de politieke gezagsdrager, uh, economische, juridische en andere, laten we zeggen, uh, invloeden die zijn handelingsspeelruimte kunnen vergroten en verkleinen op een gegeven moment. Als het gaat om wat gaan mensen nou morgen anders doen, dan denk ik dat de logische consequentie van de netwerksamenleving en de nieuwe balans die er dus zal gevonden moeten worden tussen de eigen interne hiërarchische koker en het acteren in dat netwerk, gewoon al zal moeten beginnen met de allocatie van je tijd en je aandacht. Ik nodig iedereen in de zaal uit om, om eens even heel kritisch te kijken of te laten kijken naar. De eigen agenda over de afgelopen twee jaar. Waar hebben mensen hun tijd besteed? Uh, en ik vrees dat uh, als we dat zouden doen, dat we tot de conclusie zouden komen dat zeer veel mensen uh, zich kennelijk gedwongen hebben gevoeld of prioriteit hebben gesteld om heel veel van die tijd binnen de deur uh, of binnen de bredere kring van uh, overheidsactoren te besteden. De logische consequentie van het aanvaarden van interdependentie met marktpartijen, met uh, non-profit sector en met gewone burgers is dat je daar ook een belangrijk deel van je tijd gaat doorbrengen. Anders kan je nooit begrijpen wat daar leeft en kan je nooit tot die creatieve arrangementen komen. Dus zo plat als het uh, mag klinken, uh, ga na, waar besteed ik mijn tijd aan? Is dat eigenlijk nog wel een balans die, die, die passend is voor het tijdperk waarin we nu terechtkomen?